want we gaan vandaag varen met een boot. En we gaan ook jetskiën vandaag, dat is ook leuk. Dit ding heeft al klaar staan. Hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren, en welkom vanuit Nederland. De vlog van vandaag gaat heel erg raar zijn, want als je heel goed hebt opgelet, heb je gezien dat gisteren vlog 605 online is gekomen, terwijl de vlog ervoor 603 was. En dat komt omdat vlog 604 in deze koffer verstopt zat. Maar deze koffer was de het vliegtuig, ze waren hem kwijtgeraakt. En hier zaten heel veel beelden in die ik wel in de vlog wilde hebben. Dus we hebben de vlogs omgewisseld. Omdat de 2 dagen voorlopen, hebben we de vlog van vandaag, gisteren geüpload. En gaat die van gisteren naar vandaag. Nu hebben we deze spullen, we hebben de koffer terug, hij is teruggekomen. Ik heb mijn koffer nu voor het eerst opengemaakt. En mijn koffer was heel erg lelijk ingedeeld. Ik had namelijk alles erin gegooid. En ik maak hem open en alles is netjes opgeruimd. Oftewel, mijn koffer is open geweest. Ze hebben er allemaal spullen heen gezeten. Mijn schoenen zitten nog in, daar ben ik blij mee. Hier zit al mijn kleding nog in, maar ik hoop dat ze al mijn drones en alles er terug in hebben gedaan. Want ik had er 2 drones in zitten en als ze die niet netjes hebben gedaan of niet terug hebben gegeven, dan ben ik wel heel boos. Nee, holy fuck, wat hebben ze mijn koffer netjes ingericht. Holy shit. Oh, ze hebben hem wel afgebroken. Nou, deze is wel kapot. Hefters, ze hebben gewoon mijn drone kapot gemaakt. Ze hebben er niet heel, ze hebben het netjes ingepakt. Ik vraag me af waarom ze überhaupt in mijn koffer hebben gemoeten. Want mijn koffer zit gewoon een tag aan, dus die hebben ze helemaal niet open hoeven maken. Dus ik vind het wel een beetje heel erg raar dat ze er doorheen zijn gegaan. Maar ik had eigenlijk verwacht dat ze dingen hadden gestolen, maar dat hebben ze niet. Dus nu hebben we deze spullen, we hebben de koffer terug, hij is teruggekomen. Maar daarom gaan we vandaag nog even terug naar Spanje en nog heel veel genieten van de laatste dag met Cupra. Dus veel plezier in Spanje. Ja, en we staan in een haven, want we gaan vandaag varen met een boot die vanuit Cupra is. En dat is eigenlijk een beetje samen met de auto die we gisteren hebben gereden, de Formentor. Komt hier nu een hele dikke boot aanvaren, waar wij even een rondje mee gaan varen. We hebben gevraagd of we erachter mogen wakeboarden, mag helaas niet, maar we kunnen wel even genieten van deze boot. Ik ga mijn zonnebrilletje opzetten, ik ga mijn shirt uitdoen en ik ga genieten op de water. En we gaan ook jetskiën vandaag, dat is ook leuk. Het is anders, maar ook leuk. Kijk eventjes wat een boot dit is. Hoe ziek is dit ding? Een chick achter het stuur, hè? Fucking dik. Dus kijk hoe. Wat? Nee, dit is helemaal niet. De boot. Oh. Zee, het wordt toch niet shirtloos zonne, ben ik bang. Helaas. Helaas. Ja, je zwemt. Krijg je zo'n hemd crop top afdruk. Zo, verdikkend. Wel leuk. Het is echt een mega mooie boot. Alles carbon fiber, alles in dezelfde kleur ook als de auto. Dus ze hebben hem goed weten te maken zo. Ik ben vooral heel benieuwd hoe snel dit ding gaat. Heb jij enig idee hoe snel dit ding is? Ja, houd je namelijk al vast aan de zijkant, dus... Zoek het even op. 400 pk. 40 knopen. Hoeveel is een knoop? Jij hebt je vaarwijs, jij hoort dat te weten. 95. Ja? Of je... Je hebt geen idee. 74. Dat is wel een beetje scheef gerekend dan. Hey, weet je wat wel fijn is voor jou? Je kan hier niet uit de bocht vliegen. Nee. Nou, dat weet je niet bij mij, hè? Dat weet je niet. Oké, okay, nu gaan we vol gas. Iedereen is aan het filmen. We moeten dus hier zitten per se als we wegvaren. Dus ik kan niet heel goed laten zien hoe hard we gaan. Maar we gaan nu wel een klein stukje sneller. Dit ding heeft wel kracht, nou. Oh, je voelt het, hè? We gaan nu 25 knopen. Dat zal ongeveer 40 km per uur zijn, denk ik. Het voelt al best snel. Zo, en nu mogen we dus naar voren. Het is echt een mega vette boot. Alleen de golven zijn best heftig. Dus we klappen echt zwaar op en neer. Maar dit is gewoon een boot. Als je hem bedenkt hoe je hem zeg maar zo futuristic mogelijk kan maken, dan kom je hierop uit. En we varen gewoon een beetje een rondje. We hebben eigenlijk geen doel hiermee. We mogen niet het water in, we mogen niet wakeboarden erachter. We mogen alleen even de boot ervaren. Dus we varen nu even rustig terug. Ging hard heen, rustig terug en that's it eigenlijk. Maar gewoon een relax bootje deze keer. En ook al klap je hier ook wel lekker op en neer. Volgende onderdeel van vandaag zijn de waterscooters. We hebben... Hey, maar is dit nou een jetski of een waterscooter? Wat is dit? Dat is een jetski. Dat is een jetski? Ja. Want het verschil is dus, een waterscooter zit je op, een jetski sta je op. En dat mag je echt niet door elkaar halen van Art, want hij is een jetskier en geen waterscooteraar. Toch gaan we waterscooteren. Maar ik ga wel overschakelen naar de GoPro, want ik ga deze grote kamer natuurlijk nooit meenemen. We zijn hier een beetje bang dat wij alles fout doen en alles kapot maken. Dus we moeten echt precies volgens de regels, anders gaat hij in het Spaanse temperamentje schreeuwen. Maar ik mag mijn waterscooter niet starten, dus ik dobber nu een beetje weg van de kant. Oké, daar gaan we dan. We gaan varen. Zil, we gaan nog even voor. Hey Zil, jij hebt zo'n pisstraaltje, niet op mij schieten. Deze dingen zijn volgens mij oprecht nog best wel snel. Hey, zilver, lul! Dat is precies wat je niet moet doen. En daar komt Art aan.
Kijk hard gaan dan. Fluitje mee. Mijn media doet het alsof we fucking 3 jaar zijn. Ik ben finaal doorweekt omdat Silver gas gaf. Toen rende ik van de straat en had ik mijn pauze. Ik ben nat, maar ik kan je wel vol zien. Oké, ik heb net eventjes mijn waterscooter ingewisseld voor de jetski die daarachter ligt. En ik heb het gedaan. Ik kon het wel een beetje. Het is wel echt lastig. Je kon het eigenlijk wel een beetje zo bochtjes maken, maar je moet zo erg in zien te hangen met de hoeveelheid gas en zo. Perfecte controle tussen hebben. Mega lastig. Ik had hun geen camera gegeven om mij te filmen. Hoe krijg je dit voor elkaar, gap? Had je hem aanstaan? Ja! Oh, hij wilde naar mij kijken, maar ja, dat kan natuurlijk niet echt. Oh, geniaal. Top dat ik dit er nog op heb staan. We gaan nu weer terug naar de haven. Helemaal, het gaat best zwaar, hè? Zo, het sloopt wel. Oké, we zijn klaar. Was echt top. We zijn in de kamer en we hebben echt binnen 10 minuten alles in moeten pakken. Want ik moet mijn vlucht halen. Mijn vlucht gaat om 5:10 en het is nu 4:15. En het is nog 40 minuten rijden naar de airport, dus dan heb ik een klein uurtje. Zou moeten lukken. Dus ik ga deze pakken en... Jij gaat niet mee. Ik laat me gewoon alleen. Nou, laat ik jou alleen, want ik ga weg. Doei. Ja. Nee, Zilly die gaat nog lekker naar Valencia toe met vrienden. Dus die was gewoon in de buurt. Dus hij dacht, nou, dan combineer ik het. Ga ik gelijk door. Maar ik moet wel weer naar huis. Want in Nederland moeten we ook weer gaan werken. Dus we doen de tas dicht en we gaan naar beneden. Het is mega druk. Het is op dit moment, zoals je kan zien, 4:30. En we moeten om 4:45 vliegt die. Dus over een kwartiertje moeten we eigenlijk boarden. We zijn alleen nu pas net op de airport. Dus het wordt nog een leuke of we het überhaupt halen. Ik hoop niet dat we hem weer missen, want dat zou echt de 4e vlucht in 2 jaar zijn. Even zwaar voorgedrongen. We hebben de hele reis geskipt, maar we zijn er wel. We hebben de boarding passen. Dit was echt de meest asociale wat ik ooit op vliegtuig heb gedaan, maar het werkt wel. Yes! We made it! Thank you! Ik heb mijn sleutel van mijn auto weer terug vanuit Sam. En even de bandjes voelen. Oh, zijn nog oké. Wow. En ik sluit de dag af thuis met een pizza die niet gesneden is. Helemaal kut. Het is inmiddels alweer 12 uur. Ik ging mijn auto ophalen bij Sam. En ik wilde heel graag van Sam horen wat hij van de M2 vond. Wat hij van mijn auto vond. Omdat hij zelf een M4 rijdt. Maar hij heeft helaas coronaklachten. Dus ik heb de sleutel ook gekregen van iemand anders. Mijn auto is helemaal gesanitized. Gewoon gemaakt zodat ik geen corona kon krijgen. Maar heel erg gezet voor Sam. Dus dat hij corona heeft. Ook is mijn koffer nog kwijtgeraakt. We hebben een paar uur op bij de balie gestaan. Om mijn koffer terug te kunnen krijgen. Maar waarschijnlijk ligt hij nog in Barcelona. Dus ik heb alleen mijn tas mee. Gelukkig heb ik daar wel mijn laptop en al mijn werkspullen in zitten. Dus ik ben alleen mijn drone en wat kleding kwijt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dat komt weer terug. Dat brengen ze dan gewoon terug naar mij. Voor nu, ik ga eventjes lekker mijn pizzaatje eten. Ik heb namelijk niet geluncht en niet avond gegeten. Het is al 12 uur, dus dat is niet zo goed. Ik heb kappertjes en tomaten en shrimp. Garnaal. Dus eet smakelijk, hè. Dankjewel en tot morgen. Joe.
Jij hebt je vaarbewijs. Hop, 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 hop. Snel, snel.